mijn intuïtie. Het heeft mij gebracht waar ik nu ben. Ja, goed. Nou, mijn belangstelling voor kunst en cultuur wil ik graag overbrengen op de nieuwe generatie knuffels. De heren zijn altijd een beetje lam van stof. Precies. Nou, wij gaan gewoon zo wil ik bevorderen dat zij opgroeien in een sfeer van respect en belangstelling voor kunst en cultuur. Oh, ja, 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 applaus, applaus, ja, ja, ja. Onze sport, ja, ja, ja. Zitten, heb je ik heb het stuk al geopend, ik hoef het er zeker niet te zien. Ja, nou goed. Hoogheer, koekiekoe, knuffels, omkoeken, groot en klein. Ik ben alleen gaan kijken, maar ik kom morgen terug. Ik vond het zo leuk, ik kom met mijn oudste zoon kom ik terug. Fantastisch. Gewoon even polshoog te nemen. Ja, ja, eerst even van tevoren. Ik had begrepen wat het thema was, dus ik wilde eerst weten of het goed was voor hem of geschikt. Nou, ik vond het echt zo mooi, ontroerend, humor, van alles. Dus ik kom morgen terug. Hoe oud is je zoon? Zes. Ja, dus net iets te jong, maar ik denk wel dat hij het aan kan. En, dus ja, ik kom zeker terug. Ik ben super enthousiast. Kan je ook uitleggen waarom dat is? Nou, omdat ja, ik vind het een mooie boodschap. Haal alles eruit hè, uit je leven. Dus dat zit erin. Ik denk dat hij dat eruit gaat halen. Ik zal hem ook een beetje gaan voorbereiden. Maar ook voor volwassenen is het hartstikke gaaf. Ja, ik moet het stiekem bekennen. Ik heb een traantje gelaten. Dus ja, ik vond het echt heel mooi. Neem je iets mee naar huis? Ga je er de komende dagen nog aan terugdenken? Zeker als je morgen weer gaat kijken natuurlijk. Wat zou erbij blijven, denk je? Nou, eigenlijk wat ik net zei, haal uit het leven wat erin zit. En ja, er zit eigenlijk van alles zit erin ook. Hè? Dus het slechte uit het leven, dat zit een beetje in ieder mens natuurlijk. Dus ja, het zet je tot nadenken. Dus ik neem een heleboel mee. Ik ga in de auto terug, want ik kom uit Amsterdam. Ga ik erover nadenken. Maar ik vind het echt de moeite waard om morgen nog een keer te komen. Dus ik ga goed over nadenken. Ook al duurt de storm nog even. Want soms is het beter om je lot te accepteren. Trek dan je kraag omhoog en kruip je hoofd voor de regen. Voor de regen. Voor de regen. Voor de regen. Want dat is het leven. En het leven is je lot. Je loopt soms vele uren, ook al ben je kijkafort. Het is niet altijd maar een schijn, en dat hoort bij het leven. Al houdt het op je spelen, en heb je niet bij je handen van benen. Je ligt de hik in mijn sokken! Klaploper, hij gaat vlieren vanuit de vieren van de hel. Wat ik schiet hem vroeg uit, overdrijf me zo'n kakken man. Ja, overdrijf me, je loopt me door het ernaast vallen. Ik vond het heel leuk en ook wel heel erg grappig. Maar de grappigste vond ik wel Lange Wapper. En waarom is dat? Omdat hij heel vaak boos werd. Herkenbaar? Ja. Maar ik doe het zelf ook. En hoe lost de Lange Wapper dat op? Dat heb ik niet zo goed gehoord. En van Sophie, wat vond je daarvan? Ook leuk. En nu ga je naar huis. Heb je nog iets voorgenomen nadat je dit stuk hebt gezien? Nee. Ik heb een bal! Bal! Wacht hem op! Wacht hem op! Zit! Rol over! Dood! Voor ons drie generaties, maar van één acteur. Nou, wie zou de acteur zijn? Leuk. Duidelijk, hè? Hoe was het? Leuk. Leuk. Wat was jouw rol? Nou, ik was mijn eigen knuffel en ik was kindpop 1. Was je eigen knuffel? Ja, je mocht allemaal, toen we begonnen met leren, zeg maar, mocht je, zeg maar, en zelf een knuffel, zeg maar, bedenken. En die mag je dan als pauzeact doen. Oké, ja. Ja, want jullie hadden eigenlijk helemaal geen pauze, hè? Het ging in de pauze gewoon door, het spel eigenlijk. Ja. 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 En wat deed jij in de pauze? De ene ging salto's doen en de andere ging mensen knuffelen. En de derde ging moeilijke vragen stellen. En wat was jou, wat deed jij? Ja, ik vroeg dus om muntjes, want ik was een spaarpot. En ja, er zat dus een gat in mijn kostuum en dan als je dat er dan doorheen gooit en dan was ik heel blij en dan viel dat centje eruit en dan proberen we het steeds opnieuw omdat ik heel blij ben, dus ja.
En had dat iets te maken met je rol in het stuk? Nee. Nou, kijk, je hebt sommige liedjes en dan ga je over toneel, maar dan moet je dan in je eigen knuffel, zeg maar. Nou, ik ben natuurlijk benieuwd of papa en oma, of die het stuk wel goed hebben gezien of dat ze alleen maar naar jou hebben gekeken. Wie durft te antwoorden? Oma? Natuurlijk wel een beetje heel veel naar haar gekeken, maar het was wel een heel goed stuk verder. Ja. Goed gespeeld, ik ben er trots op. Ja. Op de kleindochter of op alle acteurs? Ik op alle acteurs. Ja. Waar ben je het meest verrast? Pa? Nou, ik was heel verrast dat ze zo goed de tekst kon uitspreken. Ik ben daar zelf helemaal niet goed in om dingen te onthouden. En dat deed ze hartstikke netjes. Dus ik ben heel trots op haar. Klaassen, doe dat gewoon even normaal. Doe zelf normaal, Katrijntje. Het is ook nooit goed. Slaat Sofie? Ja! Wat bedoel je, het is ook nooit goed? Nou, precies wat ik zeg. Als ik niet aan je pluk, is het niet goed. En als ik wel een keertje aan je pluk, is het al helemaal niet goed. Ga dan gewoon even kijken of ze... Ja! Sorry hoor. In het begin is het leuk, maar als je op een gegeven moment langer bij elkaar bent, is het gewoon zo bloedirritant. Als iemand de hele tijd aan je zit te plukken. De hele tijd, wees blij dat ik dat doe. Ja, ik vond het echt helemaal fantastisch. Ja, echt heel erg leuk. Ik heb het nou 2 keer gezien. En ik moet 2 keer huilen en 2 keer keihard lachen. Ja, ik ga nog meer kijken. Wauw, je hebt nog 2 gelegenheden, denk ik. Ga ik ook allebei doen. Ja. En moet je ook nog 2 keer aan de bak? Nee, ik moet nog 1 keer aan de bak en ik heb al 2 keer opgetreden. Ja. En steeds een andere rol, hè? Wat was jouw rol vanavond? Vanavond was ik mezelf weer zonder knuffel. En wie was dat? Hoe zag hij eruit, die zelfverzonnen knuffel? Het is een hond met een boevenpak aan. En hij denkt dat hij een heel grote boef is, maar eigenlijk is hij dat niet echt. Waar op de avond dacht jij, hey, gaaf hier te staan? Of misschien dacht je wel, nou, ik wil naar huis. Maar zeg maar eerlijk. Ik dacht, het is heel leuk om op het podium te staan. Maar na afloop denk je toch wel... Van, ik wil nu naar huis, want je hebt dan heel veel gedaan en dan ben je toch wel moe. Ja. Moe van in je spieren of misschien moe een beetje in het koppie? Heel veel indrukken? Nou, ik denk een beetje allebei. Ja. Nou, lekker slapen. Morgen nog 1 keer. Waar kijk je naar uit? Wat wil je nog heel graag een keer heel goed doen? Nou, ik heb zelf een liedje verzonnen dat ik in de pauze zing, genaamd Zweetkontje. Dus ik dacht, dat zing ik dan wel. Hoe heet het liedje? Zweetkontje. Natuurlijk. En wat is een zweetkontje? Ja. Een kontie zweet. Van de hele avond weet ik niks, wat meneertje Dood heeft iets voorbereid. Meneertje Dood, een dode knap. Zomaar ben je wat te boeren gehad. Vandaag weet ik geen meneertje Dood. Ik speel de bewaker 3C. En morgen speel ik nog kaartsknuffel. En gisteren heb ik ook gespeeld. Ja, en ik vond het heel leuk. Ja. Jullie spelen iedere dag een andere rol. Ja, maar kaartsknuffel speelde ik 2 keer. Okay. Iedereen speelt 3 keer van de 5 voorstellingen. En wat is, denk je, je mooiste rol? Bewaker 3C. En waarom is dat? Omdat, ja, ik vind het leuk. Ik schreeuw daar ook. Ik schreeuwde ook heel erg hard. En daarna, om mijn bewaker 3C rol, moest Terror mij nog pakken en mijn vulling zo eruit halen. En dat lukte goed, hè? Ja, ik moest nog help gillen. Ik sta dan te denken, als je speelt in zo'n stuk, krijg je het dan net zo mee als het publiek? Of sta je heel erg te denken van, oh, nu moet ik op, nu moet ik dit zeggen, nu moet ik zo draaien? Of geniet je ook van het stuk en volg je alles? Hoe is dat? Ik volg alles en ik probeer me zoveel mogelijk te concentreren. En als ik bijvoorbeeld moet hoesten, dan hou ik het in. Want ik heb dan alvast een zender om. Dus dan mag ik niet meer praten. Net als acteurs, die moeten ook stil zijn. Hoezo net als acteurs? Jij bent nou toch een acteur? Soort van, mini-acteur. Maar je concentreren betekent dus niet je afsluiten van alles en heel erg... Hè? Maar concentreren betekent juist heel erg goed om je heen kijken. Yeah. En ik moet me ook volledig bij mijn tekst mezelf houden en niet naar andere mensen zoveel kijken en lachen. Oh, okay. Je had een strenge rol, hè? Ja, ik moest echt zo stilstaan. Wat vind je nou het allerleukste van toneelspelen van vanavond? Nou, de allerleukste vond ik mevrouw Beertje, dat is Rogier. Die pakje fijn voor jou, pakje fijn voor mij. En wie is Rogier? Rogier speelt meneertje Dood en ook mevrouw Beertje. Ja, dat vind ik het grappigst. Hij heeft een hele goede grappige rol gespeeld. En als je nou daar in je bed ligt... Waar denk je dan nog aan? Ja, dan denk ik aan die liedje.
van en die van één dag mix gedaan. Steeds en die van ik en jij, we gaan de zon achterna. Ja, en nog mijn knuffels zijn mijn vrienden, de lucht is daar boven, mijn hoofd is de wereld, de grond fijn beneden. Leven doen we nu en ik doe mee. En als we dansen in de regen is het heerlijk als ik zie. Pom pom.